Hallo lieve Steenbok, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 31, 31 juli tot en met 6 augustus. Het is een algemene reading, haal er vooruit wat je nodig hebt. Lieve Steenbok, laten we eens kijken naar jouw hoofdthema. En er vallen er behoorlijk wat uit. Ik zie vooral dat je veel in strijd bent. Je wilt vooruit, maar soms wil je net wat te veel controle houden. Dus laat bepaalde dingen los. Laat de ideeën en de inspiratie die je krijgt juist toe. Er komt echt geluk naar je toe. Alleen omdat je er bovenop zit, lukt het niet. Ik heb ook het gevoel dat je, ja, de ideeën die naar je toe komen, dat zorgt ervoor dat je kan improviseren, dat je stapjes kan zetten. Alleen iets in jou houdt je tegen, heb ik het idee. Terwijl als je het op een spelende manier kan doen en het oppakt en het de oude manier even aan de kant legt, dan gaan de balletjes weer rollen en zorgt er weer voor dat je nieuwe keuzes kan maken met welke richting je dan op wilt. Dus we zijn met een heel plan voor je bezig, lieve Steenbok. We gaan eens even verder kijken wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan je deze week verwachten? Ja, wat ik dus ook echt zie is dat het wel belangrijk is om ook je verstand te gebruiken. Dus je gevoel is heel erg belangrijk, maar ook heel erg je verstand. Het moet gecombineerd worden. Het voelt alsof je piekeren echt los mag laten, dat je daar boven mag gaan staan. En echt mag gaan kijken, oké, ik krijg dit idee nu al 4 keer, wat is de reden? Of wat mag ik ermee doen? Daarnaast zie ik vooral heel erg dat het belangrijk is om aandacht aan jezelf te geven, zodat je ook echt het geluk in jezelf kan vinden. Want het geluk is er eigenlijk al, alleen je ziet het soms niet. Want we denken vaak dat geluk heel groot is, maar geluk kan in zo'n klein hoekje zitten. Dus durf verder te kijken dan wat je ziet. We gaan eens even kijken naar een affirmatie voor jou. Ik verontschuldig me niet voor mijn niet voor mijn verlangens en voor mijn focus op de groei. Dus ik verontschuldig me niet voor mijn verlangens en voor mijn focus op mijn groei. En mijn grenzeloze gevoel van vrijheid brengt licht in de wereld. Lieve Steenbok, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Wil jij een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl of kijk de links hieronderin. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.